Hey, ik heb hier een afspraak met een evolutiebioloog en die gaat ons uitleggen wat evolutie is. Kom. U bent meneer De Graaf? Ja. Oh, hartstikke goed. U gaat ons alles uitleggen over evolutie. Ja, nou het is eigenlijk heel eenvoudig. Evolutie is het ontstaan van soorten uit andere soorten door natuurlijke selectie onder de nakomelingen onder invloed van toevallige omstandigheden. Dat is eigenlijk evolutie. U begrijpt? Maar wat is nou evolutie dan? Oh, oké. Nou, laat ik het proberen te verduidelijken. Kijk, alle dieren en alle planten leven altijd in populaties. Weet u wel? Wat zijn populaties? Ik kan wel een voorbeeld geven. Laten we nou eens aannemen dat dit een eiland is hier. Hier, dat blauwe, dat is de zee. En dat zand hier, dat is een eiland. En op dat eiland, daar wonen hagedissen. Kijk, op dat eiland wonen dus hagedissen. Daar hebben we er een heleboel. Oh la la la. Zo. Allemaal hagedissen. En met elkaar vormen die een populatie hagedissen. Maar al die hagedissen zijn een beetje verschillend. Kijk, deze bijvoorbeeld heeft een groen petje. Deze heeft donkere pootjes. Deze is hartstikke leuk, zeg. Die is helemaal licht. Ja, die heeft een licht gekleurde rug. Deze is wat groter. Ja. Kijk, die is wat groter dan die. Zo zijn ze allemaal verschillend. Ja. Oh, maar er zijn dus geen twee dieren hetzelfde. Nee, er zijn er geen twee gelijk. Zelfs tweelingen zijn niet gelijk. En na verloop van tijd krijgen die hagedissen nakomelingen. Nakomelingen? Ja, nakomelingen. Ja, u bedoelt dus kinderen? Ja, kinderen. Nakomelingen. Dus in de volgende generatie zijn er misschien al wat meer hagedissen die zo goed zijn aangepast aan de omstandigheden op dat eiland. Maar zoveel verandert er dan toch niet op zo'n eiland? Ik bedoel, nou, er valt eens wat regen. Dus ja. Het klimaat zal dan toch, weet je wel, het weer, dat zal toch wel een beetje hetzelfde blijven. En dan heb je de bodem, nou dat zal toch ook niet zo veranderen. Nou, en er groeit eens een struikje hier en er groeit eens een struikje daar. En hier, grote struik. Zo, nou, dat is wat er verandert. Maar meer dan toch niet? Nee, gewoonlijk verandert er ook eigenlijk niet zoveel. Maar daarom veranderen de soorten ook niet zo erg. Als je 100 jaar geleden hier ging kijken, zag je ongeveer dezelfde hagedissen. Ja. Dat klopt wel. Maar stel nou dat er iets heel erg verandert. Laten we zeggen dat er op dat eiland een vulkaan ontstaat. Nou, dit is nou even een vulkaan. Dat is een volkomen toevallige gebeurtenis. Daar kunnen die dieren helemaal niks aan doen. Als er nou zo'n hagedis op die vulkaan moet leven, dan zijn de omstandigheden daar wel heel erg anders. En dat lukt misschien wel niet. Dus het kan best zijn dat die hagedis doodgaat. Dood? En een andere misschien ook wel. Nou. En als we geluk hebben, zijn er misschien een paar hagedissen die het weten te overleven. Kijk, deze zijn dood, dus die krijgen geen kinderen meer. Deze krijgen nog wel kinderen. En zij zijn goed aangepast, dus die kinderen die zijn ook goed aangepast. Oh, dus dat is evolutie? Het is iets ingewikkelder. Er is ook nog zoiets als mutaties. Ja, mutaties, wat is dat nou weer? Mutaties, dat zijn plotselinge veranderingen in de erfelijke eigenschappen. En meestal zijn dat foutjes. Oh. Er wordt bijvoorbeeld ineens een witte hagedis geboren. Een witte hagedis? Ja. Zoals dit bijvoorbeeld. Ja, zoiets. Kijk, zo'n witte hagedis, die valt ontzettend op. Ik zal deze eventjes weghalen. Ja, zo'n nou. Kijk, die valt ontzettend op en dat wil zeggen dat die heel gauw gepakt wordt en opgegeten wordt. Ja, dat begrijp ik. Die overleeft het niet. Maar het gebeurt ook wel eens dat er een zwarte hagedis geboren wordt. En zo'n zwarte hagedis, dat is ook een foutje. Alleen, die valt juist heel weinig op. Oh,
op de vulkaan. Dus zo'n toevallige verandering, zo'n mutatie, kan ook een voordeel zijn. Ja, ja, ik zie het. Dus de kans bestaat dat na verloop van tijd er een heleboel zwarte hagedissen op die lava leven, want dat is heel gunstig daar. Oké, dus dat is nou evolutie. Nou ja, begrijpen we het. Ja, dat is nou evolutie. Nou, geweldig. Nou, meneer de Graaf, hartelijk dank voor deze uitleg. Nou, mevrouw, het was mij een waar genoegen u enige explicatie te kunnen verschaffen omtrent het evolueren van species. Hè? Ja. Ja, nou, van hetzelfde. Ja. Dag. Dag. Dag.